guys, welkom Hi. To the Safe Leilers. Hi. Ik ben samen met Nadia. We hebben vandaag een heel ander concept, want hey, we praten het Nederlands. Juist. Dit is onze eerste Nederlands video op ons YouTube kanaal. En voor ons is beide de eerste keer dat wij bij een Koreaans restaurant zitten. Juist. En Nadia heeft een hoop sushi besteld. Ik heb nog heel veel sushi besteld. Alleen moet even kijken, wat is wat? Ja. Jij hebt iets met garnaaltjes. Toch? Ja. welke is met garnalen? Ja, dat is het. Ik zie daar iets met de sausje. Wat is, kan ik even... Ja, kijk, die is dus zo... Het is zo moeilijk om te zien welke ook kip is, hè? Ja, maar dat komt wel eens. Ik laat jou eerst eten. Heel veel kijkers van mij wilden dus heel graag dat ik sushi... Kijk, dit is sowieso garnaal. Dit is sowieso garnaal. Ik denk dat dit jouw crunchy kip is. Dit is ook garnaal, denk ik, hè? Kijk naar. Ik denk, dat is dat die kip. Ik denk het ook. Ja. Ja, het ziet en wel dit is salmoes. Zalmoes. Ja, dus dat is het, ja. Oké. Okay. Salmoes. Kijk, ik ben niet van de sushi. Ik heb vorige keer met mij... Dit is bij... Waar is die? Nee, dit is niet van ons. Jawel. Zal ik de plaat alvast aanzetten? Nee, wat is je die eerst dan? Dit is trouwens zo, omdat het sushi is, eigenlijk Japans met Koreaans gemixt, vind ik. Ja. Er zit een barbecue plaat, dus we kunnen ook straks barbecuen. Wel, is wel kip toch? Ja, dat is kip. Nee, ga je eerst als je... Ik weet wat ik heb besteld. Ik weet het, want jij ging eentje bestellen, was ik kip. Ja? Ja. Kijk. De crunchy is dat is deze. Deze is een crunchy en deze is een garnalen. Nee, dat... Vriendin, ik ga eten hoor. Ja, ga eten, ga eten. Ik wacht op jou. Oh, je wilt zien. Kijk, dit is crunchy. Het is gewoon vegetarisch. Nou, ik ga eten. Ja, eet maar. Eten. Is niet verkeerd, die sushi. Ja? Oké. Okay. Ik zeg je eerlijk, hè? Mm-hmm. Hij is lekker. Mm-hmm. Zal ik die ook proberen? Probeer maar. Deze was? Gewoon vegetarisch. Crunchy. Niet zalm, hè? Ja. Dit is, oh ja, twee zalmen. Ja. Ja, omdat ik best wel vegetarisch. Die saus van die is lekker. Ja, kijk, ik kan nog steeds niet met dings eten. Guys, die met de kip heeft een andere sausje. Dit is gewoon met mayo. Ah. Mm. Mm. Ja, de binnenkant is lekker, ja. Nee, maar ik heb het twee besteld. Echt lekker. Ik kan niks eten. Oh, ja. Echt, het is echt lekker. Oh, lekker. Ja. Ja. Weet je wel, in het begin, ik had helemaal geen sushi. Nu probeer ik nog. Ja. Want ik merk dat heel veel mensen gek zijn op sushi. Ja, maar niet alleen dat. Je hebt zoveel verschillende tegenwoordig. Mm. Genoeg keuze. Je hebt ook nu eentje dat die sushi frituren, hè? Nee, die heb je. Maar alleen die neem ik nooit, want die zijn heel groot meestal. Ah. Als jij het eet, dan is het echt lekker. Snap je? Mm. Mm-hmm. Mm. Ja, dit was wortel, wat zei je nou? Nee, dit is gamma, wasabi, aardappel of naam. Een sausje. Ik ga een klein beetje pakken. Misschien voor de grill. Even proeven. Een beetje van deze. Mm. Oh ja, Naad is trouwens zwanger. En je moet extra eten vandaag. Ja, daarom. Je moet extra eten. Mm. Wanneer was je nou uitgerekend? Over een maand. Bijna. Ja. En toen zei ze tegen mij, voordat ik ga bevallen, moeten we uit eten gaan. Zo. En vandaag was gewoon de enige optie, want anders zou het voor jou te moeilijk zijn. Ja. Ik loop nu al moeilijk. Vrouwen die baby's hebben gehad weten dat. En de laatste maanden, die laatste loodjes zijn zwaar. Ja. Maar ik vind jou echt gezond eruit zien, hè? Ook bij jouw eerste keer. Maar het is niet ontloop. Nou, misschien dat wel. Maar jij verwaarloos jouzelf nooit. Ik zie jou altijd met make-up. Ja, maar als ik thuis ben, heb ik het zo gebruikt. Dat maakt niet uit.
Als ik nu thuis ben, ben ik ook heel anders hoor. Ik vind toch wel dat jij echt... Ik heb nichten en mensen die ik ken. Die zitten gewoon echt met een dikke knot gewoon lekker buiten. Ik vind jou best wel... jawel. Normaal ben ik van de cola. Ja. Maar hè, door het gedoe van nu hebben we voor kassas gekozen. Oh, ik ben een filmen. Ja. Nou, mag ik van jou daar een rietje? Ja, thanks. Ik ben normaal nooit van de kassas, maar ja. Dat is ook lekker. Ja, even wat anders. Ik heb natuurlijk op Instagram paar vragen wilde stellen. Oh ja. Dus er zijn een paar vragen gekomen, maar ik heb nog niet gelezen. Ja? Nou, ik ben benieuwd. Maar ik heb wel eentje gelezen, ja? Per ongeluk. Ik ben wel benieuwd. Maar ik ben benieuwd hoe jij gaat reageren. Oké. Okay. Nou, dat zeg ik niet. Oké. Okay. Guys, we kennen elkaar 12 jaar. Zoiets, hè? Ja, ja. 12 jaar, ik was 16. Ja. Naat was toen... 21. Trouwens, ik ben ziek geweest, dus mijn stem is heel anders. ja, jij was 21. Nee, nee, ik kan echt niet. Oh, ik ga nog eentje van die kip nemen. Oké. Okay. Maar bij mij zag je echt dat ik nog een kleine kind was. En jij was een soort zus voor mij. Ja. Eerlijk. Jawel, hè? Ik was echt klein, man. Mm. Je hebt gewoon alles van mij meegemaakt, als je zo bekijkt. Ja. We kennen elkaar dus 12 jaar, dus het 5 jaar tussen ons. En we hebben echt heel veel dingen meegemaakt. En toen zat je al in een relatie. En nu nog steeds. Ja, nu nog steeds. En nu zijn we verder. Jij hebt gewoon 3 kinderen. En bijna. Bijna. De derde komt eraan. De derde komt eraan. En ik ben getrouwd. Mm. Wat we niet zouden verwachten, hè? Zo, echt, hè? Al 12 jaar terug. Kijken hier. Dit was de eerste vraag, ja. Jij mag het... Heftige ruzie die jullie samen hebben gehad. Een grappige blunder voor jullie. Zo, als ik moet denken, grappig, weet je veel dingen er zijn. We hebben altijd wel iets als we samen zijn. Ja, is altijd. Lachen, net ook. Ja. Kijk, ik wil hooi zeggen, maar ik moet... ik zit zo erg in de frustratie, wat ik net heb meegemaakt. En na het is zo van, ik heb hooi, ik ook gewoon ga gewoon. Laat die shit gewoon weten. Ik weet volgens mij wel eentje die wel grappig is. Mm. Kijk, wij houden echt van uit eten gaan. Mm-hmm. Maar in die tijd, ik durfde niet andere wereldkeuken te proberen. Ja, ja, ja. Dat was echt altijd bij mij Turks. Ja, ja, klopt. Ja. Maar nu denk ik achteraf van waarom was ik zo? Dus dat ik nu van alles hou, ja, van alles maak. Mm. Maar weet je wat zo grappig was? We waren dus aan het vasten. En we zouden ons vasten verbreken. Oh! Je heet elke keer. Ja, met Iftar toen. Met Iftar. Maar kijk, het is zo druk daar. Dus ik zei tegen die man, ik wil alvast 2 cola. Mm. En jij weet, ik hou van drinken, hè? Je weet het. Maar goed, die man komt met 1 cola. Hoe was mijn gezicht? Ze keek hem echt aan, als blikken konden doden. Ze keek hem aan. Ik heb 2 cola gevraagd, niet 1. Maar nog even, ik ging ruzie maken met die over, omdat hij met 1 cola kwam. Ik keek haar aan, ik keek haar aan en ik voel dat normaal. Zij zat echt in shock, want zij is wel iemand, je hebt het gewoon netjes, oh, rustig. En ik kom daar van, ik had 2 cola besteld. Dus de vrouw had de hele dag niet gegeten, ze denkt, ik ben zo gestrest, echt niet normaal. Ja. Dat vind ik een van de grappigste. Ja. En de ruzie, ja, wij hebben niet echt... heftige ruzies gehad, want waarom? Ik vind het wel, kijk in die 12 jaar, kijk 12 jaar is echt lang. Ik heb geen enkel vriendin waarmee ik zo lang bevriend ben, hè, waarmee ik nog steeds contact heb. Jij wel? Ja, maar dat is echt nog voor jou. Ja, maar hoe lang kennen jullie elkaar? Echt lang. Ook wel 15 jaar. Ja, kijk hoe lang, ik niet. Een paar jaartjes meer. Ja, ik moet deze proeven. Ik moet ook die ook even proeven van mijn ding nog. Ik vind het echt zo leuk hoe jij sushi eet. Wat dan? Jij kan echt goed sushi eten. Ja, ik hou echt van. Jij bent echt goed sushi eten. Ja, ja. Ja. Meestal ook als we naar zulke tenten gaan. Eigenlijk neem ik bijna geen vlees, omdat ik echt voor die vis kom gewoon. Ja. Jij houdt echt van vis, maar het is heel gezond.
mooie haren en zo. En je bent ook zwanger, hè? Ja. Wat wil ik zeggen? Omdat ik dus heel jong was, heeft Nadia alles met mij meegemaakt ook. Ja. Dat ik op een gegeven moment nieuwe vriendenkringen kreeg. Zo, je hebt heel veel vriendinnen gehad. Ja, daar ga ik ook wel even over hebben. En Naad, die had echt zoiets van, bij elk verjaardag die ze kwam, dacht ze echt van, oké, ga even eerst kijken hoe deze meiden zijn. Mm. En daarna had ik geen contact meer met ze. Oh ja. Mm. Dus we hebben hier lamsvlees en Nadia heeft zalm, maar die zit in de folie. En garnalen. Oh, en garnalen heb jij. Voor de barbecue. Ja, kijk, hier hebben wij nog sushi. En daar zit ons zalm, lamsvlees en garnalen. Jij had dus meegemaakt dat ik dus iedere keer nieuwe vriendenkringen kreeg. Mm. Kijk, wij bleven altijd bevriend, maar met die anderen had ik altijd wel gezeik, hè? Ja. Met zulke rare redenen. Kijk, ik ga daar nu niet over praten, want dan zijn we morgen lang niet klaar. Maar er was wel altijd iets. En dat heb jij heel veel van mij meegemaakt. Ja. Maar wat ik daarmee wil zeggen, kijk, die vriendinnen, er is altijd wel een reden waarom ik niet met ze spreek. Want er was op een gegeven moment geen respect. Of dan maakt ze ruzie over jongens. Ja, weet je wel, ja. Terwijl dat bij ons totaal niet het geval is. Ruzie maken om domme dingen, respect. We hebben altijd respect gehad. Ja. Jij hebt mij nooit uitgescholden, ik heb jou ook nooit uitgescholden. Nee, hè? Je bent een shock, hè? We hebben wel woorden met elkaar gehad, maar we hebben elkaar nooit. Nooit! Maar zo zijn wij ook niet. Wow. Dat is het. Nuts, ja. Zo. Snap je? Ja. Wow. Nee, maar kijk, dat bedoel ik. Kijk, die 12 jaar. Iemand kan nu zeggen van, wow, 12 jaar. Hoe doe je dat? Kijk, dat is het. Je moet ook een beetje geluk hebben met vriendschap. Ja, want zo. Je kan ook klikken, hoor. Ja, je moet echt klikken. Hier. Wat zal ik doen? Oh ja, dankjewel. Dankjewel. Dus dat. Respect. Ja. Klik. Ja. En we kunnen over dezelfde dingen lachen. Ja. We kunnen over dingen lachen wat eigenlijk niet eens grappig is, maar toch... Dat we toch, hè, lachen. Ah. Ja, dat is het. Ja, dat is echt, dat is een... Ja, kijk, misschien die laatste keer, wat je net zei, woordwisseling. Kijk, maar achteraf ga je denken, waarom hebben wij zo lang geen contact gehad? Ja, want het is dan wel dat wij dan elkaar een tijdje niet spreken, maar na een tijdje is het ook weer gewoon net van oud. Ja, dus, maar nu denk ik van... Hadden we maar toch contact, kon je naar mijn bruiloft komen, kon ik jouw tweede kind meemaken. Ja, eigenlijk moet je niet voor domme dingen ruzie maken. Nee. Dus, maar dat betekent ook iets met Naad. Die andere twee dingen waren hele kleine dingen. De laatste keer hadden wij heel lang geen contact gehad. Ja. Maar dat is ook met als zusjes zo. Ik denk, kijk, wij belden elkaar Naad elke seconde. Zo, ja. Jij bent gewoon elke scheet van mij. Snap je? Heerlijk! Jij hebt dit meegemaakt, ik heb dat meegemaakt. Opeens, na 10 seconden. Jij hebt dit. Dat is niet normaal. Het leek dat wel alsof jij dan, samen met mijn moeder en zusje woonde. Echt, hè? Ja, zelfs mijn vriend zei af en toe: ga ophangen, ik ben slaap. Zo erg was het. We waren te close. We waren echt te close. Ja, nu nog steeds. We bellen elkaar nog steeds, maar het is niet zo dat we elke seconde elkaar bellen. Kijk, nu heb je ook een heel ander leven. Je hebt kinderen. We zijn ouder. Ja, we zijn ook ouder. Yes, dankjewel. Dank je. Ik zet het allemaal even. Ja. Maar, ik denk, omdat wij te close waren. Ja, dan op een gegeven moment... Komt er irritaties? Ja. En dan was ik denk van, oké. Maakt niet uit, ik heb ook wit aan. Eerste keer. Oh. Al was het voor of na mijn maagpijn, is de eerste keer na dat ik één hele sushi rol eet. Wauw. Ja, is het vol? Ja, we gaan dus gaan. Maar 10 stuks is eigenlijk een half, hè? 8 stuks is een hele. Hoe is dat zo? Ja. Maar dit is kip, hè? Ja. Geen flesje al niet. Die saus kan niet. Oké. Dus sushi is geslaagd. Ja, eerst keer met jou. Mijn man gaat in shock zijn. Zo. Mijn man gaat in shock zijn. Dat is heel apart. Ik moet echt noteren welke dit is. Ja. Maar ik vind die vega vind ik ook super lekker. Ja, die mag je ook als je wil. Als je... Nee. Dus een vraag voor ons twee. Ben je oud? Bedrogen? Door vriendschap? En hoe ging je daarmee om? Eet smakelijk.
Wacht, ben je ooit bedrogen door vriendschap en hoe ga je daarmee om? Ja. Ik heb wel ooit met een vriendin echt een heftige discussie gehad. Okay. En dan ging het erover, kijk, we waren dus samen met z'n allen, deze ken jij. Ja. Twee vriendinnen van mij die elkaar niet kenden. Ja. En ik had ze uitgenodigd op mijn verjaardag. Okay. Achteraf bleek het zo te zijn dat zij stiekem met elkaar bevriend waren. Dat is ook niet erg, maar dat ze echt over mij gingen roddelen. Mm. En later, er was iets gebeurd op mijn verjaardag. Ze hadden voor mij hele dure cadeaus gehaald. Weet je nog? Ja, volgens hun. Hoe voor mij niet, maar goed. Ze hadden voor mij een cadeau gehaald. Yeah. En toen vonden ze dat ik met die cadeau ging gooien. Oh, ja, ja. Terwijl Naat zei, het is zo'n dingetje van jou, dat jij gewoon, zo ben jij gewoon. Zeg maar, in plaats van op de grond, ik heb maar de dingen staan. In plaats van op de grond leggen, dan maar gewoon zo. Zo, had ik zo gedaan. Zeg maar zo op de grond. Ja. Maar ja, even gooien was het. Gooien. Is anders, maar goed. Maar op een gegeven moment, na de cadeau gooien, kwamen ook heel veel andere dingen opeens erbij. Dat ik dacht van, wow, deze twee hebben gewoon met elkaar over mij lopen praten. Oké, ja. Terwijl, Kautar, ja, een hele goede vriendin van mij was. Ja. Dat vond ik de ergste naam. Kijk, die andere boeit mij niet. Daarmee had ik maar een jaar contact. Ja. Maar van Kautar had ik het niet verwacht. Niet, hè? Weet je, ik had zoiets van, ja, maar je zelf weten. Zulke dingen verwachten ze sowieso niet van vriendinnen. Nee. Wat? Ja. En dan komt het ook harder aan, maar ook dat gewoon van zo. Iemand waarmee jij zo goed bevriend bent, hè? Ja. Ja, ja. Ik was echt in shock. Ik was zo goed bevriend met haar. Dat we gewoon echt naar elkaars huis gingen. Proef eens een stukje met je rijst moest je dit eten. Is dat zo'n kruisje? Ja, en dan met de rijst. Het is gewoon gebakken vis. Oh ja, en dan met die rijst. Sprong er al in. Naat, er zit hier spek in. Nee, dit is. Nee! Salam! Dit is die salam in de rijst. Sorry. Oké. Hier, daar is nog een andere stukje. Ja, is wel lekker, hè? Wel lekker. Zie je? Ja. Wil je nog meer? Mm. Prop je vol, hè? Echt, hè? Oh, lekker. Ja. Goeie combi. Jongen, ik weet niet eens waar we over hebben. Ik ben zo afgekomen van die eten. Dat is ook mukbang. Echt wel. Ik wil eten. Ja, ik heb zelf, ja, vroeger toen ik klein was misschien, weet je, problemen gehad met een buurmeisje of zo. Maar dat is gewoon, ja, een kinderding, denk ik meer. Hoe ouder ik werd, hoe meer ik mij een beetje afstand deed van een beetje zulke mensen ook, weet je. Dat gaat vanzelf op vinden. Ja. Dus ja, op mijn oude leeftijd heb ik het eigenlijk in de periode niet echt gehad, nee. Leuk. Maar echt daarvoor, ja. Daarvoor was het meer een beetje drama en zo. Ja. Ja, dat was zo altijd een beetje drama en zo, maar ik kwam de kinderperiode niet echt. Nee. Ja. Hé, hey, die zalm is lekker, hè? Moest je nog? Zo. Vooral met die rijst. Ik moet even pauze nemen. Hè? Ik moet rustig gaan doen. Maar je hebt een drink al of... Ik denk niet dat ik verder ga met de barbecue. Ik vind toch wel barbecue bij mij echt zwaar. Ja, die salade gaan we... Wat zei die over die slam? Eet deze lam, hè? Deze. Nee, maar... Kijk, ik heb de sushi nog, hè? Oh, ja. Ja, ik heb nog echt veel te eten, ja. Jij hebt nog echt veel te eten. Mensen eten met sokken, wij eten met handen. Ja. Wij kennen elkaar trouwens van school. Ja. En toen deed ik in die tijd, studeerde ik administratie. Ja. Jij bent vervolgens daarmee verder gegaan, maar ik was op die school geschorst. Oh ja. Mijn laatste paar maanden, weet je dat nog?
Ik had echt nog laatst een paar maanden over. Ja, en toen mocht ze op een gegeven moment niet meer komen of zo. Ze waren helemaal klaar mee, ja. Ze waren echt klaar met mij. Terwijl... Ik weet echt niet. Kijk, wij zaten met elkaar in de klas. Ja. Maar jij deed boekhouding. Ja. En ik deed secretariaal. Dus wat deden ze? Ze splitsten het. De secretariaal deden ze in één klas. Boekhouding deden ze in een andere klas. Ja. Dat vond ik zo jammer. Ja, ja. Want we zaten eerst met elkaar in de klas. Ja, en daarna moesten we wel uit elkaar. Maar die contact is nooit verbroken. Ja. En toen was ik dus geschorst omdat ik zoveel spijbelde. Ik spijbelde zoveel. En dat kwam eigenlijk door een andere klasgenoot van mij. Want ik wist oprecht niet wat spijbel betekende. Maar ja, dat maakt niet uit. Ik ga haar niet schuld geven. Nee. Ik deed gewoon mee. Ja. Ik was nog jong. En ik kon de studie ook helemaal niks aan. Dus ik ging gewoon met haar altijd mee. Maar de leraar had zo'n hekel aan mij. Ja. Dat hij mij had geschorst en haar niet. Erg, dat vond ik de ergste. Hij had zo'n hekel aan mij, omdat ik altijd dit had. Ja. Ja. Dat is het. Ja. Je weet, ding is dus een beetje rustig in dat gebied. Ja. Snap je? Dat is echt zo. En toen had ik mijn studie opgepakt. En dacht, wat vind ik nou echt leuk? Ja. Want je hebt daar nou ook geen andere school gedaan. Ik ga een ramenboekhouder. Nee. Nee, hè? Ik was gewoon klaar mee, weet je. Ik heb heel veel opleidingen gedaan. Ik was altijd een beetje superman. Uiteindelijk vond ik het best. Ik dacht een beetje vol gaan werken. Ja. En ja, dat beviel me wel. Dus ja. Heb ik het zo aangehouden. Ja. Totdat ik kinderen kreeg. Ja, ik ging echt kijken van, wat vind ik leuk? Mm. Kijk, je kent mij. Ja. Toen ik 16 was, hield ik ook wel opmaken. Ja. Door die leeftijd maakte ik mij echt veel op. Ja. Toen dacht ik van, weet je wat, ik ga voor visagie. Maar hij zat dat in die opleiding ook geen cursus gevonden. Heb ik gewoon vanuit mezelf geleerd, via YouTube. Ja. En toen dacht ik, ik ga kapper erbij doen. En zo zie je maar, nu heb ik gewoon mijn eigen zaak, hè? Gek, hè? Ja. Hoe het leven kan gaan. Jemig. Eerst spijbelen en daarna geschorst en nu... Jemig. Nee, kan je vriendin vertellen wat voor vriendin jij bent? Mijn vriendin. Als je Funda kent, dan weet je. Zij noemde mij vroeger altijd koningin. Oh ja. Nee, ze is heel lief, maar ze heeft een dingetje dat ze ervan houdt om mensen het ding kwijt te laten doen. Ja, niet lui, maar... Kan je dit van me pakken? Ja, omdat het makkelijker is of zo, weet je. In het begin weet ik nog, dus ze bij mij deed een paar keer op school. Ja. En op een gegeven moment liet ze dan, was iets gevallen op de grond. Dus gewoon van mijn neus, hè? Gewoon van mijn neus. Op een gegeven moment bukte ik half. Ik keek haar aan en zei, wacht eens, wat ga jij ze pakken? Ik geloof, ik vergeet die nooit. Ja, weet je nog. Weet je hoe ze me aankijkt? Ga zelf pakken. Ik ben ook een paar keer oké, weet je. Maar wat grappig. En ik ben wel een vriendin die houdt van koken. Want ze is klein zo aan. Wanneer je bij me was, dacht van, ja, ik ga voor jou dingen maken. Die vegetarische dingen. Majorbeekuftes heet het, met linzen en zo. Ja, 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 ja. Dat, en dan pasta een keer. Ik hield altijd van, als naad bij mij was, of iemand anders. Dat gewoon even lekker wat maken. Koken, ja. Taco's. Oh, lekker. Mijn haar permanent. Naar de zonnebank. Iedereen dacht dat ik iets Latina's was altijd. Colombiaans, dit of dat. Nee, ik was rustig een Turk die gewoon permanent haar had. Ja. Weet je nog? Zie dat wel, hè? Ja, oei. Waarom heb je dat gedaan eigenlijk? Weet je wel? Nee, ik weet dat. Dat kan ook niet echt, hè? Echt, ja, Funda die heel veel van om elke keer haar uiterlijk te veranderen. Dus ja. Daarop al. Ja. Ja, klopt. Maar ik wist nog ook nog... eigenlijk wel een beetje, maar nu minder denk ik. Nee, nu weet ik echt wat ik leuk vind. Dat is het. Ja, nu weet ik echt wat ik leuk vind. Kijk, ik heb altijd al lang haar gehad. Of dat nou met kleine krullen was, grove krullen was, of met stijl haar. Maar dit is gewoon echt hoe ik ben. Ja. Zo ken jij mij ook ongeveer, met golvend haar. Ja. Zodat ik mijn eigen haar weer pinstage. Ja, dat is ook ongeveer, ja. Maar ik gebruik te veel make-up ook, hè. Ja, dat is het. Ja, het. Ik gebruik, kijk nu,
Ik heb nu zo'n soort hersloop. En nu heb ik wat extra gedaan omdat we uit eten gaan. Ja. Maar als je kijkt naar mijn video's, ik gebruik niet meer zoveel make-up als eerst. Ik vind het een beetje too much. Mm. Bekijken, salam van de gym, alaikum salam. Wat is het grappigste moment jullie hadden? Wat wij hadden? Ja, bij ons is het elke dag wel grappig. Op een moment wat je echt niet kon vergeten ofzo. Oh, dat komt echt niet op. Weet jij wat? Ik weet het niet. We hebben zo'n grappige momenten. Ja, één ding vond ik wel echt grappig. Ja, zeg gewoon. Haar Engels. Oh, waar? Haar Engels. Oh, niet zo. Haar Engels. Ik weet wat ik ga zeggen, denk ik. Ja. We waren dus ergens waar we pasta halen, weet je? En friet. En ja, pasta en patat. Oh, yeah. En ze hadden pasta en patat op zo'n menu staan. En zij kijkt naar de menu, dus ze vraagt aan die vrouw van, wat is dat, potatoes? Nee, ze hebben patatoes. Patatoes. Dus, maar die vrouw gaat helemaal stuk, ik ga helemaal stuk. Die vrouw, kom niet bij! Ik snap je! Ze gaat 10 minuten lang. Echt erg. Maar haar Engels? Het was potatoes, stop maar. Ik zweer het, echt grappig hoor. Je ziet echt. Ik wil het zeggen, je ziet echt dat we in Rotterdam zijn. Ja, maar gelijk toen je daar kwam aan, hè? Ja, ja, gelijk. Je stapt uit en denk van wow. Ik dacht, oh nee. Kijk, ik woon echt in een chique buurt. Ja, echt van de chique Nederlanders. Ja, rustig chique buurt. Ik woon echt wel echt chique. Ja. Echt, achter mij zitten ook heel veel villa's. De buurt waar ik woon, kan je wel echt je eigen huisje zo bouwen. Kijk, bij mijn moeder daar, daar gebeurt van alles en nog wat. Den Haag gebeurt alles en nog wat. Rotterdam hetzelfde. Ja. Maar je ziet wel dat de mensen heel leuk zijn. Ja, ja, ja. Snap je wat ik bedoel? Dat is het wel. Dat wou ik zeggen. Maar wat ik wel vind van Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, dat de Nederlandse mensen hier toch wat warmer zijn. Okay. Vind je niet? Die Nederlandse mensen zijn echt ook buitenlanders. Dat is toch anders. Ze lijken toch ook net buitenlanders? Nederlandse ja. Mensen, vooral Amsterdam. Hey, Amsterdam blijft mijn stad. Hey. Jij? Ja. Echt die taal ook. Ja, Amsterdam is sowieso mijn stad. Je weet toch ook hoe Sjaak praat? Ja, nou, ik hou. Ja, ik hou daarvan. Ik ga stukje. Waar komt Rico Verhoeven vandaan? Wie? Rico Verhoeven. Oh, dat weet ik niet. Dat weet ik ook niet. Dat ga ik ook even onderzoeken. Of komt hij ook uit Amsterdam? Maar goed, mijn man ziet de auto van Rico Verhoeven. Ja. Hij wist gelijk dat hij het was, want hij heeft een speciale auto. Met zijn naam en zo erop. Oh, okay, ja, ja. Dus mijn man zei gelijk, dat is Rico Verhoeven. Ik had een hoodie aan. Sokken tot hier bijna tegen mijn knie aan. Mijn schoenen waren uit. Weet je hoe ik naar hem ren? Je rent nog. Je rent. Met de telefoon van op de grond. Oh man. Ik ga stuk. Jouw man was jou aan het aankijken. Wat doe je aan? Serieus? Nee joh. Kijk, ik ben altijd fan van Rico Verhoeven geweest. Waarom? Okay. Ik vond het niet leuk op de manier hoe heel veel, ja, niet alle Marokkanen, maar de Marokkaanse gemeenschap tegen hem deden. Want ik kom uit het zuiden, toch uit Utrecht. En daar haten ze van Rico Verhoeven, omdat Rico Verhoeven altijd met Badrari toch ging vechten. Oh. Badrari, eerlijk. Ja. Dat pakt mij niet. Ik ken die hele dingen niet. Nee. Weet je wat ik kijk? Baby Shark? Baby Shark. Dat is mijn leven nu. Baby Shark. Weet je wat de mijne is? Wetted Melon. Wat nog meer? De mijne is Cat Games. Luister, ik moet poezelspellen aanzetten voor mijn kittens. Snap je? Mijn tante zag mij en ze kwam naar Duitsland. Mm. Ze keek zo, ze zegt, wat ben jij afgevallen? Yeah. En ze zegt, op de video's lijk jij niet zo. Ah. Toen dacht ik van, oké. Ja, ja, maar ja. Klopt, toen ben ik even gaan kijken. Want ik kwam ook af en toe live op TikTok. Mm-hmm. Ik vind wel dat mijn gezicht daar wat dikker lijkt dan dat
ik hier zo eruit zie. Wat doen wij dat zo? Oh, ik weet niet meer. Iets? Dit, ik heb die rotwings, je hebt twee kanalen. Ja. En wat heb je nog meer? Oh, nog één kanaal, drie keer kanalen. Drie keer kanalen? Ja, maar eentje is die lange en twee keer die rotte. Ik ga even pauze nemen, misschien ook het laatste nog wat nieuws. Ik vond die rijst heerlijk. Ja, die was echt lekker niet vissen. Dankjewel. Maar dit ziet er heel goed uit. Ik moet zeggen. Ik moet wachten. Ik ga proeven als jij gaat proeven. Wat voor saus dat? Is dat sesam saus? Ja, hè? Weet ik niet. Het is smaak. We hebben een mocktail besteld. Jij hebt iets van unicorn, ook die je naam echt leuk. Ja, unicorn. Unicorn en ik heb Corso Martini. Corso Martini is echt mijn lievelings. De zesde keer heb ik een mocktail. Nee, een tweede keer, derde keer of zo. Normaal neem je water? Niet, ja, water van flesruiten. Vandaag ben ik aan de kassa's gegaan. Amai, wat? Ja. Ik ben gek op cola, maar ja, kan niet. Ik kook thuis ook niet meer. Ik heb bijna dingen. Ja, ik heb ze wel in allemaal. We hebben hier zoete aardappel. Naad, ik zeg naad, Nadia. Naad heeft hier garnaaltjes. En dat is ook garnalen. En oeh, het ziet er heerlijk uit. Kijk mijn hot wings. Zoete hot wings. Ziet er echt heerlijk uit. Wil je er een? Ik heb er een. Oh my god, het is heel warm. Het is heel warm. Heet hè? Het is ook warm. Oké. Okay. Ik ben benieuwd naar deze, want ik ben gek. Of zoete aardappel. Ik ben de gek. Ja? Nu is het aardappel. Echt wel. Heet. Deze saus? Dat was en wat is dat dan? Hij is niet zoet. Nee, ja, wat gaat het? Nou, dat is geen gebakken banaan hebben. Maar dat gaat ook gebakken banaan. Dat heb ik niet, hè? Nee, jammer. Ik heb ook eens gekregen wat voor zoetigheid ze hier hebben. Nee, nee, wat? Ja, maar ja, dat is niet meer. Nee, dat is wel goed. Ik heb een mandje, dus ik heb een prem erbij. Wat is er nou nog meer? Ja, dat is wel lekker. Ik heb lekker erin, de zoete bonen. Oh, wij zijn echt sesambollen. Ja, zoete bonen erin. Is het zo als je zonder meer dat je meer gaat doen? Nee, het ligt wel op de persoon zelf. Het ligt wel niet op de persoon zelf. En ook aan je toestand, hè? Want kijk, in het begin van de zwangerschap is het zo misselijk. Dus je mag veel te eten, maar je moet er net harder uit eten. Hoor. En meestal is het gewoon een beetje te bedorven. Weet je wel, van die hapjes, oh, ik zit hier ook. Ja, maar niet als je in één keer heel veel kan eten. Als je natuurlijk een baby daar zit, weet je, die plek op alles. Probeer maar te eten dan. En daar was ik een onderdruk gevoel. Ja, dat is ook die drugs van op je maag. Ja. Oh, en een grote beweging wordt er wel echt van op. Maar ja. Jij zeurt ook niet. Wat? Ik bij mijn licht was echt wel. Kan je dit vaststellen? Wat kan je dat doen? Wat kan je dit? Ik kan niet zo, ik kan niet dit. Ja, probeer het zelf gewoon dit. Wow. Nee, maar ik heb ook een moment hoor. Dat is het hele ja. Bijvoorbeeld vandaag mijn man heeft alles gedaan. Hij schrijft me. Ja. En toen vonden de kinderen een beetje, hè? We zijn taak over de kinderen genomen, dus dat is een beetje onrustig geweest. Ja, ik vind het ook wel dat verdien hoor, ik in de week. Wat is het al? Ja. Ik ben zo niet los. Ja. Soms is het niet echt een zin, man. Ik heb
Fossiel. En van die dieren. Oh ja, dat zei je. Het is simpel eigenlijk, hè? Ik hou van tropische vruchten. Ja. Ik ben daar altijd gek op geweest. Of hou jij van bloemen? Ken jij dat? Ja, ik weet wat je bedoelt toch? Maar ik vind het nee. Pina colada, toch wel? Ja. 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 Ik weet het toch wel. Pina, nee. Ja. Ik vind dat zo gruwelijk. Maar doe die thuis maken. Oké. Dat is anders met kokos. Ja. Die twee konden zo. Guys, we gaan afronden. Dat is echt super gezellig. Ja. We gaan later allemaal achterop kijken van, oh ja, weet je nog dit is dat, over 10 jaar, als we nog mogen leven. Guys, we gaan afronden. We gaan lekker straks ons ijsje opeten. En jij bent hier gaan laatsen. Vergeet niet te liken, te abonneren en te reageren. Tot de volgende video. Bye!